We hadden eerst de kleuren gemaakt en gewoon met de kwast een beetje schilderen. De creativiteit van alle leerlingen van de Keerkring in Schagen is gestimuleerd met een kunstproject. En vlak voor de zomervakantie uitzicht dat met een verrassing voor de kinderboerderij in Schagen. We zijn in eerste instantie gevraagd om op de Fancy Fair te staan. Dat hebben we ook gedaan. Zijn we hier geweest met wat informatie over de kinderboerderij en wat caviaatjes. En ik had wandelende takken mee, wat ook altijd heel leuk is. En daarna kregen wij dus te horen dat een deel van de opbrengst voor de kinderboerderij was. Het was een kunstproject. Is er veel over kunst verteld eerst aan jullie? Ja, we hebben heel veel informatiefilmpjes gekeken over Vincent van Gogh. En vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Je zag kinderen in een hele andere mood komen. Want ze zijn aan het creëren en daardoor leren ze ook creatief denken. Dus heel belangrijk voor ook bij ons in de maatschappij dat mensen creatief kunnen denken. En daar is onder andere de kennis over schilders en hoe maak je kunst, is daar wel een hele goede aanzet voor geweest. Dus we hopen dat we ze wat meegegeven hebben. Zou je het leuk vinden om nog eens een keer zoiets te doen? Ja, ik ben ook wel fan van tekenen, dus ja, dat lijkt me best wel leuk. En heb je dan ook een idee welke schilder je in het zonnetje zou willen zetten? Nee, niet echt. Ja, misschien Rembrandt van Rijn. Wauw! Een aardig bedrag, hè? Het is zeker een heel aardig bedrag. Het valt mij hartstikke mee. Ja, dat had ik niet verwacht. €570. Nou, dat kunnen we echt wel gebruiken, hoor. Want het is wel een heel zwaar jaar dit jaar voor de kinderboerderij. Wat gaan jullie ermee doen? Nou, we moeten nog wat hekwerk achter verbeteren, zodat de dieren niet kunnen ontsnappen. En ja, de graanprijzen en alle voedersprijzen zijn zo vreselijk omhoog gegaan. En door de coronaperiode zijn er ook een hoop donateurs weggegaan. Waardoor we toch wel een gat in ons budget hebben. Dus wat dat betreft komt het heel goed uit.